Oké, goedemorgen. We zijn bij Gym XL. Het is zondag, dus er zijn open trainingen. Het is pittig druk. Het is 4 uur lang uitverkocht. Dus er zijn overal... Was de tweede wereld uitverkocht uiteindelijk? Ja. Oh, dus er zijn 140 kinderen binnen 4 uur hier. Wij zijn een beetje aan het trainen, zij zijn een beetje aan het trainen. Zijn allemaal lekker gezellig aan het doen. Het is nu 4 uur, dus het 2 uur is net ingegaan. Of nou, ja, weet je, de 2e uur. Het is eigenlijk de 3e uur. Ja. Maar zijn we de tweede groep. De tweede groep is net gekomen. En wij gaan even wat tricks laten zien. Jullie gaan lekker kijken. Dat doen we eigenlijk altijd. Ja, en waar gaan we mee beginnen? Ga even side in, back out oefenen. Hier? Ja, gewoon de bak in. Ja, is goed. Side in, back out? Ja, ah, oh, prikt in mijn neus. Oh ja, en Hugo is er weer. Hoi Hugo. Oh, en ik heb mijn vinger gekneusd. Ik ging op mijn bek, want ik ben een kneus. Daarom kneus ik mijn vinger. Ja, ik wil de side in, back out doen, maar ik dacht dat ik... Er al was het, toen strekte ik uit en toen ging ik gek doen. Maar was het wel back-out of niet? Wacht, een double side. Ik weet het niet, wacht, ik doe nog een. Het was al back-out. Oké, wel nog. Maar het was al back-out. Nou. Is dat back-out of niet? Die vond ik serieus best wel mooi. Yay! What the fuck, I tried hem ook. Best lastig, hè? Ja. Snel, 3, 2, 1. Dat was gewoon Suki, kut. Ja, Suki, Oké, Dante heeft een nieuwe trick. Dat geen idee wat het is. Laat jullie het weten in de comments hoe je dit zou noemen. Ja, oké, doe het. Oh, die was met een soort stal. Ja. Zo raar als. Bullet flip van Pasha lijkt ja, het. Ja, maar wacht, doe hem nog één keer. Maar gaat het er niet over op de kop? Nee, ja, het is heel raar. Hij doet een soort van getukte bullet of zo. Ik snap echt helemaal niks van. Als jullie weten hoe dit zou heten, of zouden jullie het een naam willen geven, wat zouden jullie dan noemen? Laat even in de reactie. Het is de Dante flip. Ja, ik weet ook niet wat het is. Hé, hey, eigenlijk moet je die op een of andere manier triple doen. Dan heb je een... Triple? Ja. Dan triple. Dus dan nog fruit staat erachteraan. Ja. Ja, dan op je buik. Hé, hey, jij neemt op zich ook wel een soort van. Maar ik draai hem terug, ik ben de pussy. Wacht, ik moet hem heel laag doen, anders durf ik niet. Nee, what the fuck? Ja. Ja. Lekker. Nog een keer, wacht. Moeten we wel gewoon gelijk nog een keer. Nee. Huh, nu ging ik weer helemaal de andere kant. Oh, what the fuck? Ik wil naar Cody doen zodat ik... Nope. Ah, dat is echt killing voor je buikspier. Holy fuck. Waar was hier niet eruit? Bols is dood. Rip, rip. Ja. Oké, ik heb echt iets vet raars gedaan. Het is een soort van kaboom side in back out. Ik snap niet wat ik doe, maar het is wel leuk. Oeh! Gast,
Ja, ik weet niet wat het is, maar... Huh? Maar ik draai hem aan het einde nog ofzo. Je deed... Kaboom... Je deed 60 out. Oké, wacht, ik wil het zien. Het is best stom, want ik ga mijn side zo ingooien, maar mijn voel zo, waardoor het niet soepel doorgaat. Wat een triple. Oh! Het is zo weird. Probeer jij het eens, Dante. Jump is fries voor Kaboom in full out. Dit was... Nee, je moet zeg maar die side inzetten, dat je een beetje scheef gaat. Outside. En dan ga je 360 ingooien. Outside. Ja, als je die side hebt, kan je makkelijker doortwisten. Wat gaat het voelen in back-out? Oh. Jij kan hem ook wel. Ik ga hem ook. Het is gewoon, oké, als jij hem doet, doe ik hem ook, oké? Oh, waarom zei ik dat? Ik zit dom, want hij doet hem sowieso. Nee, ik ging helemaal van niet. Oké, laat mij nu een keer proberen. Nee, ik wil als eerst doen. Ons de beurt. Ik ga als eerst doen, bitch. Ons de beurt. Oké, ik ga Kaboom in full... Kaboom full in back-out proberen. Ik ben bang. Oh, je hebt het zo fucking makkelijk, hè? Ja, maar ik had nooit full in back-out heb gedaan, dus... Wat doe je nou? Ja, ik wil die side in full out doen. Maar ik draai eerst zo mijn side in. Doe nou full in back-out. Dus ik... Oké, ik loop dus wel de hele tijd te zeggen dat ik side in full-out doe, maar dat doe ik helemaal niet. Ik dacht gewoon, omdat ik zeg maar een beetje een scheve backflip deed, dat ik side in full-out deed. Maar ik deed gewoon kaboom in full-out. Met een beetje een gekke draai, iets erin. Dus negeer maar even als ik weer alles fout loop te zeggen, want ik snap heel vrieren en niet de kleine dekker waarmee ik moet stoppen. Tja. Doe nou full in back-out. Ik durf het niet. Maakt niet uit, gewoon doen. Duk gewoon. Ik ben gewoon pussy. Wil jij hem doen? Ja. Succes. Kijk, ik heb... Mijn ja, maar jij bent niet bang voor kabooms, ik wel. Mijn scheidniveau is hoog genoeg. Ja, mijn ik scheid in mijn broekniveau is hoog genoeg. Nee, ik ga gewoon niet proberen. Ik wil hem doen, maar ik durf hem niet. Ik ben Dant en ik ben boos. Ik ben Boas en ik ben pussy. Nice, bro. Oh, ik dacht, kijk ik doe dit. Even laag. Ik wil die zien trouwens. Heel ver. Kijk dit, hè. Ik dacht, ik doe laag gevoel. En hup. Ik kan Kaboom voel echt gewoon... Zo laag. Ja, dan kun je ook voel in back-out, asshole. Ja, maar ik durf. Pussy. Duk hem! Jongens, Boas durft hem niet en ik kan hem niet. Oh, ga kijken wat je deed, ga kijken wat je deed. Hoi Boas. Hoi, ik ben echt een pussy, ik durf geen fooling kaboom fooling back-out. Ik ben echt een pussy, ik durf geen triple knee in die klas. Ja. Zo klinkt dat echt. Nice. Kat hem. Dit ligt echt verrekte lekker. Doe de vis op het droge. Easy. Oh, het is pittig hard nog. Ja? Ja. Zo. Ja? Oh ja. Je gaat eigenlijk gewoon op de grond. Wat ga je doen? Ik ga eerst kijken op die kant. Wat? Oh, we do back in de fanpit. Ah, oké. Duke step. Oké, voor de mensen die het niet weten, ik ga wel hard op mijn back. Want ik ben net, tenminste nee, ik kan hem gewoon iets goed, maar dat maakt niet uit. Ik wil hem wel gewoon doen, want ik vind het gewoon leuk. Dus. Oké, en hier komt Luciana. Oké, iedereen gaat double backs doen, maar ik kan nog steeds geen harde bier van mijn vingers gekneusd. Oké. What the fuck? Wil je full in back out gaan doen? Ja.
hoe zal ik nou mijn full-in back-out landen? Nice! Oh, Paul. Broer, die was wel scheef, man. Oh, zo! Yeah. Ja, niet meer doen, hè? Nee. Daar, helemaal aan het einde van de baan staat de Rutger. Ja. Oh, shit! Yes! What the fuck, ouwe? Ah, ik kreeg een blok in mijn hoofd. Lekker. Hij was wel heel ziek, hoor. Ja, wacht, ik moet even iets groter aanloop nemen. No! 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 Dat kan ik niet. Die was echt helemaal kut. Wow. Ik kwam niet uit. Je benen staken zo erg. Dat is een teken. En mijn oog doet nog steeds pijn van dat blok van net. Ik wil hem nog een keer doen, want ik kon hem gewoon landen. Ah! Nice, man. Oké. Vorige keer had ik hem echt beter. Shit. Wow. Dat was bijna op jou, of niet? Ja, inderdaad. Ik voelde mijn voet, moet ik jouw voeten langs. Sorry. Oké, Rutger zit nu de hele tijd dubbel. Nou, zit eigenlijk de hele tijd. Hij heeft nu één keer dubbel back gedaan. Gaat nu nog een keer doen. Ik probeerde net Arabier back de triple full. Maar mijn hand die houdt dat niet echt. Hij wordt nu weer dikker en zo. En mijn stem is echt helemaal weg opeens. Rut gaat nog een keer dubbel back doen. En ik ga in de bak zitten, want dan vind ik het mooier. Hey! Oké, let's go. Rutger, second attempt to double back flip. Yes! Ja, nee. Hij was minder goed dan net, hoor. Ja, nou en, die wel. Je moet gewoon breed tukken. Hij heeft 21 voet en het record staat op 19. Hij heeft buiten laatst 19 gedaan, toch? Ja, 18. Even achter. 18. Maar dat was dus nog net niet. Het record was een beetje gelogen, oeps. Maar dit is dus echt dik het wereldrecord. Let's check it out. Ga op de mat afzetten. Zo. Je kunt hier zo afzetten. Hoe kan dat? Vertel eens hoe dat kan. Heks. Dat kan niet, jongens. Wow, ik denk dat ik hem nog wel haal ook. Dat was raar, ik ging frontflippen. Dit wat Hugo net heeft gedaan, was gewoon letterlijk onmogelijk. Dit is echt kapot ver, of waar, daar is die ander. Dat kan gewoon niet. Nice. Wow. Hoe deed je dat? Gewoon dit matje, hey, boah, een sideflip. Ik deed niet eens een sideflip, ik weet niet wat ik deed. Maar je hebt dat wel heel ziek, man, echt respect voor jou. Daar gaat hij, ik weet niet hoe die heet. Sick. Wow. Oké, ik ga nu de camera proberen om zo te volgen. Maar dat wordt lastig. Oké, ja! Dit is best scary. Dat was echt zo scary voor mij, ouwe. Ik keek alleen het scherm. Ik had echt het gevoel dat zo hier zo voet zo kwam. Ik zag laatst iets raars op Instagram dat iemand zijn camera helemaal ronddraaide toen iemand een flip deed. Dus dat gaan we nu proberen. Zij hebben waarschijnlijk een editing gedaan, maar wij gaan het gewoon de camera draaien proberen. Die was denk ik slechter dan net. Dan slaapt me gewoon. Dat voelt hij in zijn benen. Ja, dan heeft hij niet zeker hele sterke benen. Maar het is nu 6:30, 6:00 waren de training afgelopen, dus we zijn al wat laat. Ja, we gaan nu naar huis. Dit was de video. Ze hebben best rare dingen gegooid vandaag. Volgens op Instagram. Volgens op Instagram, Boas. En Rutger, laagstreepje 030. En Dante, de laagstreepje 2, laagstreepje. Ja, dat weet ik. Nee, hij weet hem. En Frierenkiddy. En Hugo Brossi. Oké, maar dit was dus de video. Ik ga het hier afsluiten, want ik ga naar huis fietsen. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Als je nou even allemaal tegen één vriend die nog niet geabonneerd zegt, hey, abonneer ook even. Dan zitten we op 30.000 en dan gaan we shirts maken, verkopen. En dan, ja. Hoeveel? Okay. Bij hoeveel? 30.000 jongens, dat moeten we even doen. Dan kunnen we allemaal een shirtje nemen. Ik zei, als elke vriend, één vriend zegt van hey, volg hen ook even. Die abonneer. Ons nog niet volgt, abonneer. Dan hebben we er 31.000 nog wat. Ja, dat zou super chill zijn. Doe alsjeblieft. Abonneer? Ja, met abonneren.
Ja, abonneer even. Abonneer. Bij de 40.000 komende team Tanten Kelten. Kelten? Ja, van die dingen waar je geen onderbroek onder doet, weet je wel. Van die Schotse dingen. Oh! Hey, dit gaat raar worden. Abonneer even allemaal en een vriend van je laten abonneren. 30.000 deze week. Zo niet, stoppen met YouTube. Prankkill.